persoon in deze wereld, wie was dat? Vladimir Poetin. Ah, nou, wat schreef u aan Vladimir Poetin? Nou, moet ik het voorlezen? Gaarne. Lotgenoot. Als 91-jarige Europeaan met nog maar weinig jaren te gaan, kijk ik bedroefd naar de wereld van nu. En dat zal wellicht ook voor u gelden. Ruim 73 jaar na de verschrikkelijke oorlog tegen Nazi-Duitsland verkeren de overwinnaars van toen in een koude oorlog. Wat is uw relatie eigenlijk met Rusland? Ja, mijn relatie is eigenlijk het oorlogsverleden van ons. En de afschuwelijke atoombommen. Hiroshima, Nagasaki. Dat heeft erg indruk op mij gemaakt. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat we in een situatie zijn beland waarbij er twee partijen zijn die blijkbaar ieder 6800 atoombommen hebben. Dan denk je van een waanzin. En dan willen ze nog meer wapens hebben. En toen heb ik gedacht, we moeten toch eigenlijk proberen die relatie met Rusland te verbeteren. Die mensen lijken in menig opzicht toch op ons. Er zijn veel landen waar we vriendschappelijke verhoudingen mee hebben, die eigenlijk nog meer rare dingen doen dan Rusland doet. Maar het wordt hier allemaal nogal uitvergroot. En het is zo zonde dat we die betrekkingen niet verbeteren. En ja, er is dan nu een man aan de macht die, zoals ik in de brief schrijf, eigenlijk meer bevoegdheden heeft dan menig ander in de wereld. Hè? En die in zijn eigen land heel populair is en daarom, naar mijn idee, ook kan instemmen met concessies die hij niet zou doen wanneer hij in een wankele positie zou zijn. Dus nou ja, vandaar mijn beroep, lotgenoot, hè? Ik ben 42 nu. En jij? Ja. 39. Ah, en hoe lang zijn jullie nou al een professioneel bezig? Nou, we zijn vanaf na onze conservatoriumstudie. Ik heb in, even kijken, 2000 mijn laatste conservatoriumstudie afgerond. En Stefan in 2003. En ja, ik denk dat we nu zo'n 16 jaar nu als pianoduo echt uitsluitend als pianoduo spelen.
spelen natuurlijk heel veel hier in Nederland. Natuurlijk, dat is natuurlijk logisch. Maar we spelen ook in Duitsland, Frankrijk, België. De Verenigde Staten zijn we een paar keer geweest. Italië. Italië volgend jaar gaan we heen. Dus, kunnen hier bestaan erop bouwen? Ja, ja, we kunnen wel. Ja? Kunnen dat. Nog plannen voor de toekomst? Nou ja, veel concerten te geven, veel leuke dingen mee te maken en ja, ook naast de concerten die we geven hopen we ook ons steentje bij te kunnen dragen om de liefde voor de muziek naar de volgende generatie over te brengen. Ja, we geven ook allebei nog les, inderdaad. Ja, dus, en dat varieert van kinderen tot volwassenen. En van de kinderen die net begonnen zijn, tot ja, de conservatoriumstudenten. Dag meneer Knijf, je wint voor de tweede achtereenvolgende keer de Twente Cup. Wat betekent dat voor jullie? Ja, een goed begin van 2019, denk ik. Maar niet meer dan dat? Ja, dat ook zeker. Het is leuk om tegen teams uit de regio te spelen. Vooral omdat nu ook Sunup 1 meedoet dit jaar. Vorig jaar was het alleen Apollo en die speelde toen nog niet in de Eredivisie. Nu kunnen we ons ook echt meten met Eredivisie teams. Na een periode van 10 dagen rust, dus dat is mooi. De eerste twee wedstrijden ging met twee vingers in de neus. Gekkers en de Rosta's. Maar nu in de laatste wedstrijd moest je weg echt eventjes staan, hè? Ja, klopt. We maakten veel surffouten. Dat is ja, punt van hun gelijk. Dus dat is... Maar vooral op het laatste, hè? Ja, vooral op het laatst. Ja, het hoort erbij, we moeten daar vanaf. Maar ja, gelukkig hebben we andere kwaliteiten die beter zijn dan wat zij hebben. En daar winnen we dan gelukkig de wedstrijd mee. Was het niet zo dat je op een gegeven moment dacht van, nou, we zijn er al? Nee, zeker tegen Apollo niet. Want we hebben wel twee keer van ze gewonnen nu in de competitie. Maar ook al staan wij dik voor in sets, ze komen altijd nog wel even terug. Dus we waren daar wel op voorbereid. Wat speelsters bij Apollo die ook al bij jullie gespeeld hebben? Zoals bijvoorbeeld Janine Stoeten. Ja, klopt. En Kalijn, en Rinske. Ja. Lekker? Lekker gevoel? Oh nee. Persoonlijk doet het bij mij niet zoveel hoor. Het is gewoon, ze staan er als team en net als individu. Zes ploegen uit Twente en jullie zijn opnieuw de sterkste. Ja. Dat betekent dus, je doet in de competitie al hartstikke goed, dat je gewoon op dit moment in een lekkere flow zit. Ja, we zitten zeker in een lekkere flow. Maar ja, om kampioen te worden moeten we nog... Van een aantal tegenstanders ook winnen, waar we op dit moment van hebben verloren, zoals Sliedrecht en Zwolle. En wij, ja, ons doel is wel om de finale serie te spelen en die moeten we wel gaan behalen. En dan kunnen we wel van teams uit de regio winnen, maar dat is dan daarvoor nog niet genoeg om de finale te halen. Hoe gaat het nu verder? Nou, volgens mij hebben we nog 3 wedstrijden tot de kampioenspool. En ja, als het goed is, hebben we ons daar al voor gekwalificeerd. En ja, de kampioenspool moeten we zorgen dat we bij de bovenste 2 zitten, dat is ons doel. Dat betekent dus dat je punten mee krijgt? Ja, dan krijgen we punten mee inderdaad, als het goed is. Maar we weten niet waar we eindigen inderdaad. Ja, dat ligt eraan wat we de komende 3 wedstrijden gaan doen en wat de tegenstanders gaan doen. Ik wens je alle succes en gefeliciteerd met dit succes. Ja, heel erg bedankt. Jan Berensen, voor de tweede achtereenvolgende keer de sterkste uit Twente. Wat zeg je dat? Ja, dat we de sterkste in Twente waren. Je hebt op de bank gezeten, je hebt dus Jeffrey Scherba het coachingschap overgedragen. Toch zagen we je verschillende keren je nog bemoeien met de wedstrijd. Kon je het niet laten? Nee, maar zo hoort het ook. Dat doet Jeffrey ook als hij daar op de bank zit. Dus, maar misschien was ik wel nadrukkelijk aanwezig aan Jeffrey. Maar Jeffrey bemoeit zich ook echt wel met de coaching hoor. Eerste twee wedstrijden, dat ging eigenlijk met twee vingers in de neus. Dat waren twee dikke overwinningen. De laatste wedstrijd, toen moest je eventjes toch alles geven. Ja, maar dat is ook logisch. De eerste twee wedstrijden spelen we tegen eerste divisie teams. En als je die niet met twee vingers in je neus wint, dan moet je je geen eredivisie team noemen. En de laatste wedstrijd spelen we tegen Apollo en dat is gewoon een prima team. Dus die winnen we regulier met 2-0. Maar ja, dat is gewoon een prima team. Daar is niks mis mee. Ja, jullie kennen dat team natuurlijk vanuit de competitie, want je wint er al 2 keer van. Ja, klopt. Dus je leert elkaar steeds beter kennen. En ik vond dat Apollo het goed doet. Ja. Ik zag op het laatst dat jullie wat surffouten maakten. En dat jullie eigenlijk een klein beetje gas terugnamen. Klopt dat? Nee, dat was niet de bedoeling. Dat is nog net ons item vandaag, dat we minder surffouten wilden maken. Maar doordat we minder surffouten wilden maken, hebben we er meer gemaakt. Dus als je het over een goede coach hebt, moet je met mij zijn. Dacht het team al op een gegeven moment al niet van, we zijn er al zo wat?
Nee. Maar ze staan met een hartslag van 180 te serveren. Omdat ze weten dat we daar zo mee bezig zijn. Nee, daar is geen enkele sprake van. Nee, dus eerder meer stress en spanning dan te weinig. Een finale Apollo tegen Eurosport. Een finale waardig. Ja, vond ik wel. Ik vond het ook heel leuk hoe het georganiseerd was. Veel publiek en een goede sfeer. Het was echt reclame voor het volleybal. Terug in Almelo? Ja, even. En bevalt dat? Ja, voor even wel. Wanneer kom je definitief terug? Nooit. Heel hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Wat maakt de oudejaarscross van Sisu zo speciaal voor u? Alle gezelligheid, alle bekenden die hier zijn. Het is gewoon leuk en gezellig. Dat en ja, het leuke parcours, het hele afwisselende parcours, op en af. Traint u speciaal voor deze cross? Nee, niet speciaal. Ik loop heel graag in het bos. Ik loop ook veel in het bos, dus dat vind ik wel fijn. Ja. Als mensen voor 2019 goede voornemens hebben en wat meer willen bewegen, hoe kunnen ze dan beginnen met hardlopen of met bewegen? Ik zou zeggen, begin op zaterdagochtend bij Tjerk. Wie is Tjerk? Tjerk Tuinstra is degene die de trainingen doet voor de beginners. Dat is van 10 tot 11, als ik me niet vergis, op de baan aan de Kotelsink bij Sisu. En dat is gewoon geweldig. Daar kun je rustig aan beginnen. Alles in je eigen tempo. Nou, alle tips en trucs worden je geleerd. Nou, en als je dan bent verbeterd, kun je nog eventueel doorstromen naar een andere groep. Er zijn elke dag wordt er wel getraind, behalve geloof ik op de vrijdag. Dus elke avond kun je wel met een groep meedoen. Dank u wel. Graag gedaan. Partij, net als de man met startnummer 1393. Verrassing zijn, dat is inderdaad Leslie Smit. In het shirt van AV Reizen kan hij door hier. Met het huppelpasje, dat is Jet Stel. En Jet begint ook aan haar tweede ronde. Gaat erop. Ronde. En dan, kijk eens aan. Een verpulvering van de snelste tijd. 37-46 officieus. Danny Koppelman, winnaar van de 10 kilometer. Van harte gefeliciteerd met je overwinning. Bedankt. Ja. Hoe ging het? Ja, zwaar. Een paar stuk. Ging te wat minder. Maar een paar stuk, maar ook wel weer lekker. Sneller. Hoe vond je het parcours in zijn algemeenheid? Veel sneller dan op zich, parcours wel mooi. Vorig jaar kan ik u melden. Wat was het mooie aan dit parcours? Vooral die rechte stukken zo, dat kan ik machtig. Tweede finisher. Daar kun je goed tempo maken. Ja, rechte stuk. 10 kilometer rechts finisher graag. Wat vind je van de orde? Kijk eens aan, daar komt hij. Is dit de eerste keer dat je aan deze cross hebt meegedaan? Ja, dit is de eerste keer, ja. Delden. Dat smaakt naar meer. Ja. Bij finish. Misschien zien we je volgend jaar weer. Dan is het Tjerk. Ja, het doet misschien wel weer, ja. Geert. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, we zijn gewoon zojuist door op 33 officers. Ja! Doen ze het goed, die jongens? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, die jongens doen het best. Het knol is alleen een stuk korter geworden. 6 jaar geleden is het ooit een keer met hier de oude garde, wat u hier ziet, ooit begonnen als schijntje. Wat gaan we doen? Knol maken. Nou, die heb ik toen destijds in elkaar gelast. Ze hebben iets korter gemaakt, maar we zijn blij dat we het de jeugd over kunnen geven. Want op een gegeven moment moet je het stokje overdragen. Oh, dat klopt, jongens. Ja! Peru! Peru!
Wij zijn hier aan het Lange Voort in Bonnebroek en wij zijn hier aan het kabit schieten. Met een stel kameraden eigenlijk. En je kunt achter ons zien, er komen een aantal mensen op af voor de gezelligheid. Ja, een aantal mensen, je bent heel bescheiden. Zeg, dat kost nogal wat om zoiets neer te zetten. Hoe doe je dat? Nou, wij maken van tevoren een klein potje met elkaar aan. Wij beginnen een aantal weken van tevoren. En dan halen we eigenlijk overal onze spullen vandaan die we denken nodig te hebben. En dan loopt altijd wel los. Je kunt wel zien wat voor succes of het eigenlijk is. Dit is het tweede jaar dat we op deze locatie doen. En dat bevalt eigenlijk zeer goed. Ja. Nou, zo te zien vindt de rest dat ook. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat was het al, dankjewel. Ja, dankjewel. Luister, nou valt het me wel op. Jullie schieten wel in de richting van Enter. Hebben jullie daar wat tegen? Nou, we hebben niet per se wat tegen Enter, maar het is natuurlijk van vroeger uit wel een symbolisch gebaar. Hè? Dat blijft er wel in. Jazeker. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. En dik door en als dat is quo bij professor of net zo dom als havenstro. I vult op plezierig in ons Almelo. O Almelo, mijn mooi Almelo, ik ben zo vroeg miswies met uw kelder aan toe dat ik voor ik op ben. Mimo en Mr. Bobo, die het maakt wel ik wen binnen, hoe of ik doe nee. Er is op de eerde gestetke wat zo, vul op mijn likka zo zijn Almelo. Bezumt die molskijn me verroe Almelo, haal ik mijn leem lang een trouw libido. Het plaat sowieso, maar wij kunnen ook Hollands op netjes niveau. En na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Nog aan toe dat ik hoor ik op binnen en wat of ik op doe. Het hekke vult ik geur, o Almelo. O Almelo, mijn mooi Almelo. Ik ben zo goed mis vies met uw keel. Nog aan toe dat ik hoor ik op binnen en wat of ik op doe. Het zit er heel netjes op, mooi strak. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo.